Het is groot feest hier bij het tweede uur van Brandend Verlangen. We luisteren naar Pamaite van Carlos Vives. En deze swingende muziek werd natuurlijk door niemand minder dan Raoul Vertrouwd geselecteerd. Hij zei, hey, mijn dochtertje vindt deze ook leuk. Deze moeten we gewoon gaan draaien. En wat is er dan beter dan sterk openen als je een heel sterk eerste uur hebt gedraaid. Dan ga je met deze klanken beginnen. Zo simpel is het. La Tierra del Olvido. Als je denkt van nou, ik wil hem opzoeken. Zo heet het album. La Tierra del Olvido. Pamaite van Carlos Vives. En heren, zijn jullie klaar voor uur nummer 2? Let's do this. Yes, let's zeker. Do this. Here we go. Je luistert naar Brandend Verlangen 95.5 op Easy FM. We zitten vandaag in de studio met Johan van Houten van Digiminderen. Je hebt hem al eens eerder gehoord. En we hebben vandaag de debutant van vanavond, Raoul Vertrouwd. En ook hij is lekker aan het genieten hier bij Brandend Verlangen. Heren, sowieso mag je nog even uitleggen. Wat je zegt, tegenwoordig heb ik iets met dat nummer van Pamaite. Je mag hem nog even toelichten voordat we... Dat nummer maakt zoveel in me los. Je voelt van binnen alle energie, die passie. Je moet automatisch, ga je bewegen. Dat gebeurde hier ook. Ja. En mijn dochter geniet daarvan. Als ik mijn dochter zou zien genieten, dan ja, weer kaas het weer naar mij toe. En dan een en al liefde en mooi. Zie je het zo voor me ook, hè? Dat is heerlijk. Johan, jij ook als je ja. ik zat van, oké, je hoort de Latin klank. Ik zie je lachen en dergelijke. En dan denk ik van, geniet jij ook net zo als dat Raoul geniet? Ja, ik vind het wel, het is niet helemaal mijn muziek, maar ik vind het wel relaxed. En als ik het hoor, dan word ik ook echt helemaal relaxed en een beetje meebewegen. Zo. Vooral het meebewegen. Ja, ik zat lekker met mijn armen hier in de lucht, maar ja, dat mag. Ze weten onderhand hier wel in de studio van, als de radio is, dan is dat waarschijnlijk feest. Alright, heren, we hebben het over in het uur gehad over jullie brandende verlangens, jullie drijfveren, passies, waar jullie mee bezig zijn, hoe je op jullie manier het beste uit jezelf haalt. Jij hebt een cliffhanger bewaard over paarden, dus daar gaan we het zo meteen gelijk over hebben. En we hebben natuurlijk in de break heel even gesproken, of heel even, best wel pittig gesproken over dingen die wij meemaken in het trainersvak. Dus daar gaan we in het eerste blok van uur 2 over hebben. Johan, hoe zat het ook alweer met die paarden? Ja, we hadden het over de energie. En paarden kunnen heel goed de energie voelen en ook mee iets doen. En ik ken paardencoaches die gaan dan aan de slag met mensen en een paard. En dan moet je het paard rondleiden door een parcoursje. En soms denk je, oké, ik pak het paard en kom, we gaan. Maar dat paard gaat niet mee. En waarom gaat het paard niet mee? Dat betekent omdat je op een bepaalde manier je leiding geeft of je op een bepaalde manier
overkomt op dat paard, de energie die jij uitstraalt. En het is grappig, want vaak herken je dat wel, want vaak gebeurt het op de werkvloer of waar je dan ook mee bezig bent, merk je dat ook. Dat jij even zegt, kom, we gaan, en dat iedereen denkt, ja doch, we gaan helemaal niet, we blijven even staan. En als je dan leert, hoe krijg je dat paard wel mee? Vaak is dat dicht bij jezelf zijn en gewoon jezelf zijn. En zeg, kom, we gaan die kant op. En wat dan ook maar is. En dat is voor iedereen verschillend, hè? Dus ik doe nu een stemmetje, maar het is voor iedereen verschillend. Ik vond het wel leuk klinken. Ja. Kom, gaan. Nee, maar het is dus voor iedereen verschillend, zeg maar, wat dan werkt. Maar dan leer je een andere manier van een paard meekrijgen. En een paard staat dan voor andere mensen, jezelf. Hoe kun je dichter bij jezelf zijn en dan stappen zetten en anderen meekrijgen. Dus ook jezelf. En waarom is dat paard hooggevoelig dan of zo? Dat, Ja, paarden zijn gevoelig. Ja, paarden voelen, zeg maar, als je teruggaat naar vroeger, de natuur, als er onweer komt, paarden voelen dat al. Die gaan stampen, die gaan anders bewegen. Ook als er iets gebeurt met de natuur, voelen paarden dat vaak. Ja. Je hebt meer beesten, honden blaffen ook soms, dat je denkt, waarom blaffen ze? Mm-hmm. En dan komt er iemand in de verte aan. Die hebben weer wat andere zintuigen. Ook met energie, hè, trouwens, wist ik toevallig. Ja. Nou, ook, ja, maar paarden zijn, zeg maar, zijn redelijk hoog ontwikkeld op dit stuk. Ja. En zover wij weten, dolfijnen is een beetje hetzelfde. Dolfijnen kunnen er ook heel veel mee, maar is iets andere manier. Moet je voor het water in natuurlijk. Dat ook nog. Maar met paarden, ja, ik weet niet exact wat er nu achter zit, wat de theorie is of wat maar het gebeurt inderdaad, dat klopt, ja. En ik zie gewoon het resultaat. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan, dat ik geleerd heb om anders te gedragen. Dus meer naar mezelf te luisteren. Wat wil ik nu? Ik zeg wel, ik wil die kant op, maar in mijn hoofd twijfel ik nog. En dat voelt dat paard. Dus dan denkt dat paard, ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? Gaan we nou die kant op? Dus hij confronteert je met wat je zelf voelt. Bij jou gebeurt. Wat er bij jou intern gebeurt. Ja. En daar kun je dan naar kijken. En die coach, die paardencoach, die kan je dan helpen met dat proces om te kijken, wat is er? Wat gebeurt er nu? Mm-hmm. En wat zegt dat jou? Want die paardencoach weet het eigenlijk ook niet. Hè? Die is net als ik. Ik help mensen, maar ik weet het niet. Ik heb het antwoord niet. Het antwoord zit in de mensen zelf. Ja. Dus ik kijk naar de mens en ik vraag af en toe wat, omdat ik voel, er gebeurt iets. Ja. Ik zeg niet dat ik net zo gevoelig als een paard ben, maar ik heb geleerd om redelijk gevoelig te zijn, om te kijken wat er gebeurt bij iemand. En luister naar het gevoel. Ja, uitspreken wat er gebeurt. En ik ben dan nog wel iemand die redelijk provocatief is. Dus ik vind het wel leuk om mensen een beetje uit te dagen. Ik zie mensen staan hier, ze willen daarheen. Maar ze lopen heel tegen hetzelfde ding aan. Dat doe ik dan 2-3 keer. En de derde keer zeg ik, ga ik er wat lomper doorheen en dan kijken wat er gebeurt. En soms klappen ze dicht en dan ga ik daarmee aan de slag. En soms gaan ze meteen zo, ja, die kant op. En dan gaan ze hele bewegingen doen. Dat vind ik echt gaaf. Hoe zie je het verschil eigenlijk wanneer mensen congruent zijn, hè? Als hoofd en hart als het ware dezelfde richting op willen en wanneer dat niet het geval is? En hoe zorg je ervoor dat het juist in balans is? Want we zeggen wel, we moeten het voelen. Wat voel je dan? En hoe weet je wanneer je op het juiste spoor zit? Goeie vraag. Ik kan sowieso, je ziet bij de meeste mensen als ze in hun hoofd schieten, dat zie je aan de ogen, aan de mimiek. Maar ik voel het ook, heel vaak voel ik het gewoon. Dan denk ik, als iemand, het is, als je contact bent met jezelf, heb je heel weinig woorden nodig. Ik ben nu kan je dat even uitleggen, het contact met jezelf? Wat betekent dat voor iemand die denkt van, nou, weet je wat, ik luister altijd naar mezelf, maar ik begrijp het gewoon niet. Nu ga ik ook met die accenten door jou, jongen. Echt. Sorry hoor, als je uit Amsterdam kunt, je denkt van, nou Pascal, weet je wat jij kan doen? Weet je wat? Maar ik bedoel gewoon te zeggen van, mensen die gewoon doorsnee. Ja, ik weet ook niet waar ik met dat accent kwam. Maar wat bedoel je daar precies mee? Ja, goeie. Je bent altijd bij jezelf. Je kunt niet zonder jezelf zijn. Maar heel veel mensen zeggen, ik ben niet bij mezelf. Ik moet dichter bij mezelf komen. En dat is ook wel wat ik nu een beetje roep. Wat voor mij het is als jij, als ik contact met mezelf, als ik het bij mezelf heb, als ik contact met mezelf heb, weet ik alle antwoorden over heel veel vragen voor mezelf. Weet ik welke richting op moet. Weet ik wat ik wil, wat ik niet wil. Wat ik fijn vind, wat ik niet fijn vind. Maar dan omschrijf je volgens mij nu meer het gevoel van in contact zijn met. Ja. He, voor iemand die dat bijvoorbeeld nog niet begrijpt, maar er wel graag naartoe zou willen. Mm-hmm. Hoe doe je zoiets? Hoe kom je dichter bij jezelf? Hoe kom je in dat contact met jezelf? Ah ja, oké, check. Dat is een goede vraag. Er zijn heel veel mensen die daar naartoe komen. En voor iedereen is dat verschillend. Het is maar net waar je begint. Waar ben je op dit moment? Want zeg maar, als kind ben je in contact met jezelf, als baby. Ja. Zeg maar. Of misschien zelfs daarvoor. En denk het wel, ja. Maar bij geboorte kan er al van alles wat gebeuren waardoor je het contact kwijtgeraakt bent. Hoe kom je dichter bij jezelf? Dat is jouw weg. En ademhaling is één.
Dus ademhalingsoefeningen doen, mediteren helpt. Ook luister naar het gevoel wat je van binnen krijgt, volgens mij, toch? Dat ja, stemmetje, dat je hebt twee stemmetjes. Je hebt dat stemmetje dat zegt van, doe het niet. Maar je hebt ook de stemmetjes van, maar eigenlijk wil ik het wel. De vraag is, wat is dat je hoofd of is het je intuïtie? Waarom leg ik hem bij jou? Nee, heel goed. Is het je hoofd, is het intuïtie? En dan heb je ook nog, zijn het je gevoelens? Want dat is weer wat anders. Want, of emoties, zijn het je emoties? Als ik boos ben, dan voel ik ook, ik wil diegene slaan of zo. Dan denk ik, ja, maar is dat wat ik echt wil? Wat, dan moet ik even verder kijken dan die boosheid daaronder. En dan is het meestal wel wat anders. En wat is dat? Wat kan het in dit geval zijn? Ben boos. Ja. Begrepen worden of zo? Nou, niet gezien worden of niet serieus genomen worden. Dus ik ben niet gezien in wie ik helemaal ben. En als ik dat niet mag zijn, wie ben ik dan? Moet je dan jezelf ook een bepaalde vraag stellen op dat moment? Zodat je dieper bij jezelf komt en gaat nadenken van... Oké, wie praat nu tegen mij? Zijn het mijn gevoelens? Is het... Je moet even de tijd nemen. Rust nemen. Even een stapje terug. Niet vanuit dat gevoel. Niet vanuit die boosheid of zo meteen reageren. Maar neem even een stap terug. Adem even een paar keer. En kijk, oké, wat gebeurt er nou? Als je dan heel veel door je energie, door je lijf voelt stromen. En heel veel beetje opgekropte woede of iets dergelijks. Dan kun je voor jezelf denken. Oké, dit is dus niet wat ik nu echt wil. Dit is even wat er door me gaat. Ja. Als ik dat even... Nou, en dan moet je soms er even uitgooien. Ja. En dat kun je doen. Ga even boksen, ga sporten, ga wandelen, ga ga iets doen. Ga bewegen. Dansen kan ook heel goed. En dat kan gewoon in je woonkamer. Onder de douche. Ja, onder de douche. Nee, maar waarom mensen onder de douche zijn, meeste mensen wel redelijk geconnect met zichzelf. Dan krijgen mensen ook de meeste nieuwe ideeën. Kijk. Omdat je helemaal ontspannen bent. Of als je ligt op bed of zo. Soms wel, soms niet. Ja, dat heb ik dan, hè? Ja, okay. Vaak als ik op bed lig, ik ga mezelf echt niet vergelijken met Michael Jackson als zodanig, maar ik heb wel gehoord dat Michael dat ook had. Dat hij op bed kon liggen en dat vertelde zijn moeder. Die vertelde na het overlijden van, hey, wat was nou bijzonder aan Michael? Nou, dat Michael altijd, als hij dan op bed lag, dat hij dan ideeën kreeg als hij dan ging liggen. En dat hij dan hoorde ze op een gegeven moment in die kamer daarnaast, oeh! En dan stond hij weer op en dan schreef hij dat op en dan ging je de volgende dag ging je dat dan uitwerken. Wow. Dus vandaar dat ik het zei. De plek waar je nieuwe ideeën krijgt. Ja, ik denk wel dat het moment van stilte, dat het ervoor zorgt dat je inderdaad dat contact kan gaan leggen, onbewust. Dus je gaat niet bewust zeggen, oké, nu ga ik contact met mezelf leggen. Nee, maar juist, weet je wel, vaak hebben mensen het als ze op vakantie gaan. Als ze even weggaan uit die druk, uit die stress. Als ze in het vliegtuig zitten en de oortjes in, weet je wel. En dat je denkt van, oké, ik ben nu helemaal zen, want ik hoef niet meer te denken aan die deadline. Ik hoef niet meer te denken aan dit, ik hoef niet meer te denken aan dat. Dat je dan op een gegeven moment vanzelf weer naar dat gevoel gaat komen van oké, maar waar worden we ook alweer blij van? Je ziet het ook bijvoorbeeld bij relaties. Hè? Als mensen bijvoorbeeld dusdanig gestrest zijn, dat ze dan ineens hele gekke keuzes gaan maken, omdat ze dan denken van, ja, het wordt me allemaal te veel. Maar tegelijkertijd denken ze, ja, maar shit, ik heb nou iets gedaan waarbij ik eigenlijk de ander onnodig heb gekwetst of pijn heb gedaan of iets heb gedaan waardoor er even een soort van verstoring is in die onderlinge band met elkaar. Maar dat komt omdat je op dat moment gewoon even niet één met jezelf bent. Weet je wel? En dus om in dat contact te komen met jezelf is rust een hele goede graadmeter. Omdat je dan als het ware jezelf de ruimte gunt om weer eventjes alle hectiek rondom dat gevoel uit te schakelen. En in hoeverre helpt sport dan? Want we noemen het wel bewegen. Ja. Is beweging dan een basis om te zeggen van oké, nu heb ik me flink ingespannen en daarna komt als het ware automatisch die rust, omdat je dat dan ook nodig hebt? Kijk, bij het sporten, want dat doe ik ook veel. Bij het sporten is het zo dat je dan nemen andere dingen over. Er wordt er toch een soort adrenaline wordt er gepompt. Het hangt wel af van wat voor sport je doet uiteraard. Ja. Maar net als bij dansen en bij bepaalde krachttraining of groepsles voor cardio, dan is er even geen ruimte om na te denken. Want weet je, het lichaam raakt in een trance, omdat het zich moet inspannen voor die activiteit. Ja. Maar daardoor wordt er natuurlijk ook bloed gepompt. En terwijl het bloed wordt gepompt, weet je, dat wordt uiteindelijk geeft dat signaal af naar het brein. Waardoor er andere emoties vrijkomen. Bijvoorbeeld dat je denkt van, hey, ik moet dit volhouden. Ik moet door blijven gaan, want die finish is nog niet in zicht. Ja. Bijvoorbeeld mensen die wielrennen of die 30 minuten willen lopen. Die zeggen van, nou, ik ben er nog niet, ik moet nog doorgaan. En dat komt echt door die adrenaline boost. Die adrenaline boost zorgt er ook voor dat de andere gedachten even uitgeschakeld worden. Omdat je dan geen tijd meer hebt om na te denken over de blokkades of over de mogelijke hindernissen. Ja. Want je denkt alleen maar, hey, ik heb het doel en dat moet ik halen. En als ik dat nog niet gehaald heb, dan moeten we door blijven gaan. Ja.
De vraag is natuurlijk wel of dat uit intuïtie is. Of dat dat zeg maar is omdat je dat hoofdelijk hebt bedacht. Dit doel wil ik halen. Mm-hmm. Voor mij is het ook, sporten is ook. Kijk, als je energie opbouwt. Als je stel je bent boos, dan heb je energie opgebouwd. Dan moet je die energie weer kwijt. Sporten helpt om energie kwijt te voeren. Om af te voeren. Mm-hmm. Voor een ander helpt zwemmen. Allemaal sport. Wat voor mediteren. Mm-hmm. Ademhalen. Dan kun je het afvoeren door je lijf. Zeg maar, alle spanning, stress. En als je dat langzaam een beetje af kunt voeren. Kom je gewoon weer dichter bij jezelf. Ja. En zeg maar, in principe, je bent altijd al bij jezelf. Hè? Dus je hoeft niet zo heel veel te doen. Ik leer nu mensen ook heel erg veel om gewoon niks te doen. En dat is heel ingewikkeld, want wat doe je dan? Ja, precies. Niks. Ja. Niks. Mm-hmm. En ja, dat geeft me eigenlijk een beetje het idee dat er een nummer is waar we nu naar moeten gaan luisteren vanuit Johan. Al denk ik dat het andere nummer er ook best wel bij kan passen. Dat je soms moet vangen en soms moet loslaten. Die vind ik wel heel mooi daarbij. Dat past beter. En dan heb ik het toch goed aangevoeld. Hè? Mm. Er was geen paard aan te pas gekomen. Maar het is natuurlijk wel hartstikke mooi. Het is lekker gezellig hier in de studio. Je hebt het een en ander gehoord. We gaan lekker diep. En we gaan lekker doortastend te werk. Zometeen na de break. Of tenminste break. Er is helemaal geen break. Na de muziek. Dan gaan we natuurlijk weer verder. Dan gaan we het hebben over het een en ander wat hier in de studio is voorgevallen. Want dat wil je natuurlijk nu wel weten. Kan ik me zo voorstellen. We gaan luisteren naar Matt Simons en Deep. Hier is het nummer Catch and Release. Tot zometeen. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in. Wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see. And find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Londen,
Ja, je luisterde naar Catch and Release en de heren gaan gewoon lekker verder met hun gesprek. En je ziet wel echt dat Raoul aan het thuiskomen is bij Brandend Verlangen, want hij is met Johan in gesprek. Nou, Johan is natuurlijk een insider inmiddels. En ja, de vragen die vliegen langs de oren. En dat is ook het mooie van dit programma, denk ik. Dat je dus niet alleen maar je eigen verhaal doet, maar dat je ook dus leert van een ander verhaal. En dat je dus tegelijkertijd ook vragen kan stellen, omdat je iets hoort waarbij je denkt van, hé, maar hoe zit het daar dan mee? Nou ja, heren, het is heel moeilijk om hetzelfde gesprek weer te gaan leiden en hetzelfde gesprek weer terug te gaan halen. Dus ik gooi hem gewoon een balletje op en dan moeten we maar gewoon even kijken waar we landen. Het past wel bij een van de vragen die ik altijd stel bij Brandend Verlangen. Hoe heeft de route eruit gezien om te komen waar je nu bent? Nou, tegelijkertijd om bij de route te komen, zijn er dus ook momenten dat je geconfronteerd wordt met een keuze van een opdrachtgever of van een organisatie waar je vaak mee werkt, ja, waar je niet in kan vinden. Toch? Mm-hmm. Nou ja, jullie hebben net gedeeld van, nou weet je wat, wij vinden gewoon dat als je ondernemer bent en je hebt een bepaald succes voor ogen, dat je niet moet gaan kijken naar randvoorwaarden die afbreuk kunnen doen aan het resultaat dat je voor ogen hebt. En dat je er soms gewoon voor moet kiezen om dan maar misschien een wat onevenredigere verdeling te maken van je troops, van je mankrachten. Mm-hmm. Als dat betekent dat je wel het beste resultaat dat je voor ogen hebt, kan behalen. Correct? Ik zeg het kort, de beste mensen opstellen. De beste mensen opstellen. Ja. Want waarom? Wat kom je tegen in de praktijk waardoor je denkt van, nou, dit is eigenlijk van de zotte dat het niet gebeurt? Routine, massa en gemak, kort gezegd. En wat je daardoor ziet is dat er kwaliteit afbreuk is. Mm-hmm. Je had iets heel moois kunnen neerzetten en ik vind altijd, je bent bezig met andermans tijd. Tijd is het enige wat iedereen als het ware gelijk heeft. Dus daar moet je zuinig mee omgaan. En als je de kans hebt om mensen te inspireren of iets moois neer te zetten waar een blijvende herinnering gecreëerd kan worden, dan moet je daarvoor gaan. Maar alleen met de beste mensen. En als je daar mensen in wilt opleiden, dat kan. Maar neem ze dan mee met iemand die het al goed doet. En laat die van hen leren, zodat ze ook tot de beste mensen kunnen behoren. Kijk, dat vind ik een hele goeie inderdaad, ja. Mm-hmm. Want je kan inderdaad zeggen van, oké, ik wil ook dat de anderen de kans krijgen. Maar als ze nog niet op dat niveau zijn, dan koppel je ze toch gewoon aan de mensen die op dat moment in jouw ogen het beste zijn. Ja, toch? Ja. En Johan, wat heb jij daaraan toe te voegen ten opzichte van wat ik wil zeggen? Want ik bedoel, hey, jij gaf ook heel sterk aan van, nou weet je, in de praktijk heeft het uiteindelijk toch met een visie te maken van degene die op dat moment degene is die de beslissing moet nemen. Vaak, ja, hè, de leidinggevende. Ja, het ligt eraan welke richting je op wil en wat je doel is. Is je doel om zoveel mogelijk mensen te gebruiken en in te zetten en om die allemaal te leren? Ja, dat is een heel ander doel. Dan ga je dus, zet je dus iedereen in de hele tijd. Maar gaat je echt doel om echt perfectie is natuurlijk een uitdagend iets, maar om een heel goed product neer te zetten en alle mensen die je hebt, de beste mensen de hele tijd neer te zetten, ja, dan kies je dus voor de beste mensen en dan de rest zorg je dat je die motiveert om net zo goed te worden als die beste mensen. En dat is dan wel een hele belangrijke. Je kunt wel 3 mensen super top op de nummer 1 zetten en dan de rest hangt er wat onder, maar die moet je juist faciliteren. Zodat je niet meer in hetzelfde probleem komt. Ja, hoe kun jij ook daar komen? En dan stijg je met z'n allen de hele tijd maar door. En dan word je steeds met als groep word je groter. En vandaag ben jij dan de beste. En de volgende keer is iemand anders de beste trainer. Of de beste degene die op de plek moet zitten. Ja, dat zo groei je denk ik als. Dat is dus precies wat je zegt. Hè? Het verschil tussen recreatief en topsport. En ik denk dat het er wel over eens zijn. Dat ondernemen valt toch onder topsport, dacht ik zo. Ja, toch? Ja, en ja, bij topsport daar kennen we geen excuses, toch? Oh, heb je maar 3 uurtjes geslapen? Nou, dan gaan we toch gewoon naar een ander bureau. Dan is het ineens, nee, het gaat wel hoor. Wacht, ik kom en... goed, dat is wat ik dan vaak doe. Wat me dan ook wel eens verweten wordt. Maar ja, dat terzijde. Nee, maar ik bedoel, het principe van, oké, meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is natuurlijk niet van toepassing. Voor de kinderen denk ik ja. Voor de kinderen wel? Okay. Ja, voor de kinderen is meedoen. Hè? Laat iedereen meedoen, laat ze het ervaren. Meedoen is daarin belangrijk. Mm-hmm. Als ik kijk naar ouderwets schimmen, wat ik wel eens organiseer. Yeah. Heel veel volwassenen gaan weer trefballen. Niemand is een speler. Superleuk. Mensen gaan weer terug naar hun kind zijn. En ja, dan zeg ik, meedoen is belangrijker dan winnen. Ook en zelfs daar willen we winnen. Ja. En alle regels worden overtreden. Dus het is echt super. Maar Johan, echt serieus, ik heb een keer meegedaan. Ik kan bijna nooit op vrijdag, maar ik heb een keer meegedaan. En het is wel echt hilarisch hoor. Het is echt gewoon dat kind in je. En ook gewoon die gasten die dan gaan vals spelen, weet je wel. Zoals bij trefbal. Nee, ik ben niet geraakt. Weet je wel? Ja, zeker. Heel mooi. Dus plezier maken is daarin ook belangrijk. Ja, zeker. Hoe heeft jullie route eruit gezien? Waarom heb
jij al 8 jaar jouw stichting? Waarom heb jij al... Want even hoeveel jaar was je ook alweer actief? Ik heb 6 jaar digiminderen. En ik ben al een paar jaar daarvoor al begonnen met coaching. Ja. Oké, okay, ik wil eigenlijk gewoon de vinger leggen op... Hoe zorg je ervoor dat je duurzaam kan blijven doen... wat je het allerliefste doet? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Goeie vraag weer. Dankjewel jongen, ja. Bestrooi je ermee. Ja. Goed. Ja. Nee, ja, voor mij is zeg maar, zelfontwikkeling, ja, dat is echt key. Ik ben gekomen waar ik nu sta door alle trainingen, alle cursussen, alle coaching, alle begeleiding die ik op wat voor manier dan ook heb gehad en ook geaccepteerd heb. En ook steeds maar weer op zoek ben, hoe kan ik mezelf, hoe kan ik nog groeien en waar kan ik van leren, van wie kan ik leren? En dat vind ik heel erg belangrijk. Ik heb veel verschillende opleidingen gedaan. Ik vind het superleuk om alles te experimenteren. Alles uit te proberen. Dus TikTok was voor mij een uitprobeersel. Ik wil weten hoe dat werkt. Ik wil weten waarom doen jongeren dat? Ja. Zo leer ik daarvan. Niet omdat ik nou graag 100 uur wil TikTokken. Maar ik wil graag zien waarom doen ze het? En wat doen ze het? En hoe werkt het dan? En wat werkt er dan precies? En dan lees ik ook artikels over. Maar ik ben echt iemand van hands-on. Ik wil het echt zelf ervaren. Dus ook trainingen, ik wil het zelf gewoon gaan doen. Zet mij voor een groep, laat het proberen. Het gaat bijna nooit fout, want fout gaan, wat is fout gaan? Dat is dan meer mijn ding. Ik zorg dat de mensen die er zijn iets leren. En misschien is het niet exact wat ze hadden moeten leren, maar ze leren sowieso iets en daar groeien ze van. En ik ook. En dat vind ik een hele belangrijke. Dus en valt bij zelfontwikkeling ook dat je dan wat je leert toepast in de praktijk? Want dat hoor ik je toch zeggen. Ja, zeker. Ja, alles wat ik, zeg maar, ik neem alles mee en ik kijk van, is dit voor mij van toepassing? Heb ik hier iets aan? Is het voor mij nu van belang? Of kan ik het gewoon in mijn rugzak gooien en meenemen om het later in te zetten? Voor een eventuele volgende keer. Ja, ja, of iemand anders het te geven. Want zeg maar, wat voor mij werkt, werkt voor jou niet. Jij bent een andere persoon, dus jij hebt blijkbaar net iets anders nodig. En soms is het heel subtiel, is het zeg maar... Ja, misschien moet je niet, zeg maar, als je moet mediteren bijvoorbeeld. Misschien moet jij niet een kwartier mediteren, moet jij een uur mediteren. Terwijl ik aan 10 minuten genoeg heb. En iemand anders, die heeft 3 dagen nodig om te mediteren, om een beetje tot rust te komen. Ja, maar mediteren zou kunnen zijn. Maar het zou ook niet kunnen zijn. Het zou ook bij jou kunnen zijn, sporten. Weet je, een van de dingen die nu in me opkomt, omdat je dit nu zo zegt, we hebben het er natuurlijk net ook even over gehad. Vaak zien mensen natuurlijk alleen maar, dat is standaard, dat weet iedereen, alleen maar het eindresultaat van, oh, je bent nu daar, oh, hoe kom je daar, weet je wel, hoe kan dat nou? Maar mensen zien niet, zeg maar, wat er voor nodig is om daar te komen. Dat weten we. Nee, goed, dat heb ik in het programma ook vaker met allemaal verschillende gasten besproken. Wat is jullie kijk daarop en waarom vind je dat mensen daarin misschien toch een wat, hoe zeg je dat? Wat zal ik ervan maken? Wat meer weerstand daarin moeten opbouwen om ook dingen te doen die je misschien aanvankelijk niet leuk vindt, maar die toch nodig zijn om een bepaalde stap te kunnen maken. Het brengt je naar het volgende niveau, kort gezegd. En ik sluit me aan wat jij ook al aangaf. Als ik kijk naar mijn route, en is het altijd geweest, wat ervaar ik zelf? Past het bij mij? En zo ja, dan zou het misschien kunnen werken voor de jeugd. Maar het moet ook passen bij mijn visie. Want mijn visie is altijd jongeren verder helpen. Een stap verder dan waar ze eerst stonden. Ben ik er door gegroeid door een bepaalde training? Zo ja, dan is die training misschien interessant ook voor een ander. En dan nog blijf ik het testen en blijven uitproberen. En op zoek gaan naar wat beter kan. Dat is, ja... Dus de ervaring hoor ik hier ook nog. Dus het is aan de ene kant ontwikkelen. Je leert nieuwe dingen. Je gaat het toepassen. En wat je leert en dus ook hebt toegepast, dat ervaar je. En dat neem je dus weer mee. En als er mogelijk obstakels onderweg daar naartoe zijn, dan ga je dus als het ware het niet uit de weg. Omdat je weet, het is of groeien of versuipen. Ja, dat is mijn woorden, maar ik bedoel van... ja, want als je, het brengt je naar de next step. Maar als je het niet doet, blijf je waar je bent. En als je blijft waar je bent, dan dat staat gelijk aan... Achteruit gaan, want de competition die doet het wel. Ja, ja, als je competition-minded bent. Ik zou zeggen, ik ben niet zo competition-minded hoor. Nee? collega's en ik heb geen concurrenten. Want mijn visie is om heel Nederland bewust te maken. Weet je, hoe meer mensen doen, hoe beter het is. Hoef ik niet alleen te doen. Dus ik ben juist blij en ik omarm al die initiatieven. En ik vind er wel van. Sommigen denk ik, ja, daar ben ik helemaal mee eens. En sommigen denk ik...
is not my way, maar ik vind het goed. Ja, hoe kijk jij dan tegen dit soort dingen aan? Nou, als je zegt, ik ben niet competition-minded. Dus je hebt net uitgelegd van, joh, het gaat mij om de missie. Ja. Hè, maar jij wil natuurlijk, dat weet ik, jij wil natuurlijk dat die missie ook slaagt. En ja. Ja. Ik weet ook dat als het even niet gaat zoals je wel hoopt dat het gaat, dat het je wel wat doet, wat logisch is. Ja. Dus de competition is voor mij niet altijd in strijd met bijvoorbeeld een andere coach. Mm-hmm. Maar wel in strijd bijvoorbeeld, hey, ik wil graag dat doel bereiken. En dat lukt nu even niet. Dus ik voel nu wel de drang om me eroverheen te zetten om ervoor te zorgen dat het wel lukt. Ja, maar de vraag is, wat ga je dan doen? En heel vaak moeten we heel hard werken. En ik heb heel geleerd, en ook met het lichaamswerk en energiewerk, dat je hoeft soms heb je juist nodig dat je niet hard werkt. Mm-hmm. Dat je even adem neemt. Even kijken, wat is er nu echt nodig? Wat heb ik nu echt? Wat moet ik doen? In dus procesmatig dan, bedoel je? Ja, maar ook gewoon voor jezelf. Als ik naar mezelf kijk, ik heb soms echt dat ik het gevoel heb dat ik echt een week niks gedaan heb. En aan het einde van de week denk ik, wow, ik heb 5 gesprekken gehad. En die 5 gesprekken, die leveren me 10 keer meer op dan als ik zeg maar op mijn website en allemaal dingen had gedaan. Denk ik, nee man, dit is echt wat ik moest doen. En ik ben rustiger. Ik voel meer dat ik geaard ben, meer bij mezelf ben. Ja. Denk ik, ja, dat is juist veel belangrijker. Dan kan ik veel meer op lange termijn mee. Dat ben ik wel met je eens. Want ik zal eerlijk bekennen dat ik die momenten soms ook, dat ik denk van, weet je wel, en ik kan gewoon zeggen, ik werk heel hard. Mm-hmm. Mensen die mij kennen weten ook, ik ben zelden niet aan het werk. Mm-hmm. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dus ook op de moment heb van, oh, ik wil zo even weer wat rust pakken. Ja. En dat ik het dan doe, dat wat ik aan het forceren was, dat dan op dat moment ook dan even niet meer ging. Mm-hmm. Dus misschien moet ik daarin ook wat meer luisteren naar die competitiedrang die ik heel erg heb. Niet om beter te zijn dan anderen, maar wel om, nou ja, dat is eigenlijk ook niet waar, maar niet letterlijk van, hé, ik ben beter dan jij. Maar wel in de zin van, hey, het mag niet liggen aan mijn werkethiek dat ik niet ben waar ik wil zijn. Als dat betekent dat ik meer meters moet maken, dan ga ik meer meters maken. Moet ik meer vlieguren maken, dan gaan we ervoor zorgen dat we vlieguren maken. Maar als het gaat om werkethiek, dat mag geen reden zijn waarom ik niet een stapje verder kom in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat is dan hoe ik er persoonlijk naar kijk. Nou, denk erover na, je hoort de muziek. Wij gaan weer naar muziek. En ja, weet je, ik kan nu een hele leuke grap maken dat het op het puntje van mijn tong ligt. Dus ik ga die grap dan ook maar maken. We hebben het over Silver Linings in Life, maar Raoul heeft het over een Silver Tongue. En dan niet eens gewoon alleen maar een Silver Tongue, maar gelijk een Silver Tongue Devil. We gaan luisteren naar het nummer van Masego en Shensi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Raoul. Shensea en Masego. Shensea, inderdaad. Tot zometeen. Dat is niet Sensei, wacht even hoor. Sensei, Michael Jackson, hij denkt van, weet je wat? Als je me belachelijk gaat maken, kom ik gewoon weer terug. Nee, we hebben een herkansing. Hier is Masego met Sensei met Silver Tongue. Kom op, starten. Juist. Yo, Andy, are you kidding me? You know I could talk my way into sacred places. I know I just play my snake, it in son of Satan. They say, my, you stole my time. I say, time's a wasting. Don't you cry, I just wipe your eyes. I know what you're thinking. Silver tongue, she call me cocky man. I say, my head level. Silver tongue, she call me cocky man. I know I'm in trouble. If I'm willing, I will let you know. Oh, yeah. And if you are serious about your feelings, surely the loving will show. You want see me, yeah. Just to give me. Yeah. One deep of the tip, get in it. Yeah. Just a minute, you take the broken a me. Cause me not make your way too long, you won't let me go. I will love you one singing more. Lock down the devil in a hole. My sego bring flames to me soul. Sheng yang, hey. Silver. I'm a cocky man, I say my head level.
to them thighs, legs, eyes, head, smile. Baby, come over. I know you want me sober. I got a fire for you. I put a chain on you. En Johan, blijf lekker zwaaien naar de mensen die hier voorbij lopen. Het is ook zo gezellig, hè? Ik ga niet meer zeggen het pittoreske Almere, want dat past totaal niet meer. Het grote Almere. Hey, we gaan alweer naar het laatste blok, heren. En ja, die Silver Tongue, wilde je nog wat over vertellen, Roel? Of was het gewoon een gewoon lekker nummer? Nummer? Het is alles komt mooi samen. Alles komt mooi voor samen. Voor mij is het kerngevoel. Nou, dan ben ik maar blij dat je dat zegt, want daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Bij het laatste blok bespreken we eigenlijk altijd jullie persoonlijke visie als het gaat om het beste uit jezelf halen. Maar we waren natuurlijk gebleven bij dat mensen altijd successen zien, maar niet de obstakels die nodig zijn op de weg naar dat succes toe. Dus wat hebben jullie daar dan over te zeggen, over die obstakels? Nou, obstakels zijn er om van te groeien en om van te leren en ook over jezelf te leren. Want ze laten heel veel zien over waar je staat en hoe je denkwijze is. Dus ik denk dat obstakels, dat we iets vaker onze obstakels moeten waarderen. Klinkt misschien gek, we willen er vaak vanaf, we willen er vaak overheen, doorheen. Of nou ja, hè, we willen dat ze er niet zijn. Maar ze maken ons echt wel sterker. En zonder het delen daarvan mis je eigenlijk de essentie. Mm-hmm. Dus als je zelf wilt groeien, als je zelf naar een volgend niveau wil, ga op zoek naar wat je tegenhoudt. En kijk waarom dat daar zit. En kijk hoe je daarmee om kan gaan. Zodat niet alleen jij ervan kan leren, maar dat jij die kennis dan ook weer aan een ander kan doorgeven. Kun jij dan een obstakel van jezelf delen? Ben ik wel benieuwd. Ja, ik heb best wat obstakels trouwens. En ja, waar wil je beginnen? Oké. Okay. Nou, kies maar een voor nu even. Nou, er zijn nogal wat. Ja. Eén is dat ik voor mezelf vind dat ik in groepstrainingen meer ruimte wil geven aan het individu dan kijken waar ik de groep naartoe kan brengen. En dat, daarin blokkeer ik soms, voor mezelf dan, zo zie ik dat, dat ik blokkeer en dus niet de hele groep meer meekrijg. Soms bevries ik zelfs. En wat ik daarin doe, ik weet dat ik moet intunen aan mezelf, weer even tot rust moet komen. En weet, oké, dit is even het moment dat het voor nu voor mij te veel wordt. En dat ik me even moet focussen op mezelf en mijn rustpunt vinden. Als ik dat vind, dan kan ik weer krachtig zijn en kan ik weer jongeren inspireren. En vind ik zelf het beste als ik één op één met ze werk. En ja, als je dan een groep voor je hebt, dan moet je jezelf goed kunnen laten zien. Zodat zij daarvan kunnen leren en groeien. Dus waar ik meestal de jongeren pak, is als ik mijn obstakels deel. Ik zou zeggen, want dit is ook mooi om te delen in zo'n groep op dat moment. Want jij hebt op dat moment je obstakel. Ja. Je loopt er tegenaan. Dat maakt het echt, ja. Dan ben je echt krachtig als wat. Ja. Ja. Dus eigenlijk, je hebt het allemaal in je. Dit heeft Johan dus ook met mij gedaan. Hè? Dit is wat hij doet. Hij ziet dingen bij jou en hij vertelt dat jou. Hij is gewoon echt een paard. Hij houdt je die spiegel gewoon voor je. Ja, maar dat is echt wel wat hij doet. Dus ik denk dat je daarmee ook gelijk een stukje mooie reclame voor jezelf gemaakt. Ja. Maar goed, ik ben natuurlijk ook nog meer benieuwd. Kijk, jij gaf al aan rolmodellen. Raoul is dan op dat moment een rolmodel voor die leerlingen. Ja, zeker. Juist door te zeggen van, hé, maar weet je wat er voor nodig was om daar te komen? Maar het mooie is, en ja, misschien klik ik nu een beetje hard, maar kijk, in het begin toen ik veel gevraagd werd om te coachen, deed ik het. Maar op een gegeven moment zei ik van, nee, ik doe het gewoon niet meer. Waarom? Omdat ik dan kon zien of de reactie van de persoon past erbij of het de moeite waard zou zijn om iemand te coachen of niet. Dus die hardheid is niet omdat ik gewoon zoiets heb van ik wil je niet vooruit helpen, maar omdat ik denk van, maar ga je er ook echt wat mee doen? Weet je hebt ook attention seekers als je het mij vraagt. Mm-hmm. Van, ja, het gaat niet goed, kan je me helpen? Maar tegelijkertijd denk ik me zo, maar geef je de ingrediënten, maar it's not sweet, dus je wilt er niet aan beginnen.
Mm-hmm. Ken je dat? Mm-hmm. Jazeker. Ja. Oh nee, wat moet ik dat even doen? Nou, sorry, maar ik dacht toch echt dat je me zou vertellen. Hè? Dat wel. Nee, het is gewoon heel simpel. Mm-hmm. Iedereen die ergens succesvol in is geworden, is gewoon keer op keer. Kijk, je hebt mensen die het heel erg getroffen hebben. Tuurlijk, ga ik niet uitgummen. Mm-hmm. Maar 9 van de 10 keer zijn het mensen die gewoon bereid waren om iets meer te willen doen, iets harder te willen lopen dan. Ja. Dan anderen of dan wat nodig was voor jou om te komen waar je moest komen. Zijn jullie daarmee eens? Mm-hmm. Ja. Ja, herkenbaar ook zeker. Ja. Hoe passie is ontstaan voor mij is echt tijdens mijn studie. En tijdens mijn studie werkte ik ook 3 dagen in de week. Voor een bank toentertijd. En ja, in de avonden, toen ik in feite geen tijd meer had, toen heb ik tijd gemaakt om passie te laten groeien. En ja, die visie heb ik gehouden. Dus je hebt 24 uur, maar hoe jij die besteedt. Ja, je kan gaan chillen, je kan denken, ja, ik ben moe. Maar ik heb gemerkt dat als je een doel hebt daarin, dus ook al werk je 9 tot 5, 9 tot 6, 9 tot 6:30. Ja, als jij weet dat je in de avond nog iets wil klaarzetten voor de volgende stap, volgende generatie, dan kan dat. En dan zul je zien ook dat je daar nog energie voor bewaart. En niet ineens alles op je 9 tot 5 geeft. Ja, mooi. Mm-hmm. Maar het is wel, voor mij is het toch net iets anders. Want voor mij is soms is het. Ik hoef niet harder te werken of nog meer te doen. Het enige wat ik hoef te doen is meer mezelf zijn. En dat is heel hard werken hoor, om echt mijzelf te zijn. En waarom niet, dan? Nou, om niet mee te lopen met wat iedereen doet. En iedereen zegt, nou, links vinden we mooi en rechts niet. Ja, dan vind ik dat ook maar. Nee, wat vind ik nou eigenlijk? Misschien vind ik ze beide wel mooi. En mag dat ook? En kan ik dat ook? En kan ik ook daarbij blijven staan? Zeg maar gewoon dat ik sta waar ik sta. Mm-hmm. Met links mooi, maar rechts ook mooi. Terwijl iedereen zegt, links is alleen mooi. Ja, dat is dat vergt best wel wat moed en wat kracht. Om op te durven staan. Ja, en ook gestaan te blijven. Want soms sta je daar en dan zeg je, ik vind dat mooi. En dan zegt iedereen, ja, maar dat vinden wij niet. Ja, hoe kun je dan nog staan blijven? En dat is juist, dat vergt heel iets anders. Een ander soort kracht en hard werken, maar meer voor jezelf. Dus ik vind wat jij zegt heel mooi. Maar voor mij is dat net iets anders en is deze. Maar is het dan bij jou ook zo dat je dan bijvoorbeeld vrienden kwijt kan raken om zo'n reden? Of kwijt bent geraakt? Of misschien zelfs familieleden? Nou, de vraag is dan of het er vrienden zijn. Je weet alles zo mooi te herkaderen ook. Nee, maar het is zeg maar, kijk, als mensen niet meer bij mij. Zeg maar, ik merk dat één keer in zoveel tijd gaan mensen bij mij weg, omdat die niet meer bij mij passen. Ja. En dat vind ik heel jammer, want daar heb ik hele mooie tijden mee gehad. Maar ik denk dan, nee, ik vind het ook heel mooi. Want ik denk, wij hebben een hele mooie band, we hebben hele leuke dingen gedaan. Maar nu zijn er andere mensen die dat nu beter bij mij passen. En daar groei ik dan weer van. En dat betekent niet dat ik al mijn mensen allemaal weggooi en dat ik dan niks meer heb. Nee, het is. Er zijn een aantal mensen die blijven ondanks alles, omdat die mij al heel goed en heel lang kennen. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen, die komen voor iets. Dat hebben ze dan een tijd bij me gehad. En op een bepaald moment ben ik een beetje veranderd. Of zij zijn veranderd, wat heel goed kan. En die dan verder gaan. En dan denk ik, ja, maar dat is perfect. Dus zo is het leven. Maar nu leg je het uit op een manier dat je zegt dat je er vrede mee hebt. Maar ten opzichte van dat het hard werk is om bij jezelf te blijven. Dat kwam bij mij over alsof er dan soms ook momenten zijn dat het wat minder mooi is. Ja, natuurlijk. Maar het is soms ook gewoon minder mooi. Want natuurlijk, ik voel me ook lullig of alleen. Als ik opeens, als een deel van mijn vrienden of mensen die om me heen waren, opeens waar ik geen contact mee heb. Natuurlijk vind ik dat ook vervelend. Maar juist als ik dan bij mezelf kan blijven. Nee, maar dit is wel mijn pad. Dit is de kant waar ik op wil. Dan zul je zien, zodra ik iets anders, als ik de deur sluit voor iets, komt er ergens anders een nieuwe opening. En dat vind ik geweldig. Het is hetzelfde als je spullen wegdoet, krijg je opeens ruimte in je huis om iets nieuws te doen. Nieuwe hobby's of nieuwe dingen te doen. En dat vind ik echt, ik merk. Toevallig voor nu, ik ben nu aan het kijken voor een nieuw huis. Ik merk nu dat ik ermee bezig ben. Dan ben ik het oude langzaam aan het loslaten. Ja. En ik merk dat het nieuwe, energie, alles komt in één keer weer. Helemaal nieuw. Dus je focus verandert inderdaad. Ja. Maar als je zegt van het is zo hard. Oh, sorry, ga je gang. Nee, hoe heb je jezelf zo ver gekregen om dat zo te omarmen? Ja, kijk, ik zou die vraag inderdaad ook gesteld hebben. Ja. Vallen en opstaan, veel oefenen, veel leren, veel om je heen kijken. Hoe doen andere mensen het? Ja. En van iedereen leren. Van iedereen. Ik leer van een klein kind, ik leer van een bejaarde, ik leer van een boom, ik leer van alles om mij heen. Vinden mensen heel. Wat leer je van een boom dan? Gewoon hoe stevig die staat en hoe, zeg maar, hoe een boom kan gewoon 40, 50... Ja, ik laat me één correctie. Het is niet
dat ik alle vragen die ik stel, ik stel het natuurlijk voor een breed publiek snap je? Dus Raoul kijkt maar van, je weet toch wel wat hij bedoelt. Ja, dat klopt, maar het gaat niet alleen om mij. Hè? Ik moet ervoor zorgen dat de mensen die naar mij luisteren, die ook nog mee kunnen met waar we het over hebben. Dus ja. Vandaar even de correctie. Nee, maar een boom, en hoe je ook ziet, zeg maar, als er een storm is. Ik was vorig jaar in Canada en ik kwam in een bos en er was de helft van het bos weggewaaid. Er waren bomen van 800 jaar oud. En een deel was weg en een deel stond er nog. En dan denk ik, holy crap. Zo'n boom die staat wel 800 jaar op deze plek. En die heeft stormen meegemaakt, van alles meegemaakt. En die staat nog steeds. Die waait nog steeds heen en weer. Dat vind ik echt geweldig. En als er dan één omvalt, dan krijgt de rest van de bomen allemaal weer voeding van die ene boom. Kijk, ik vind het fantastisch. En dan denk ik, daar kan ik heel veel van leren. Hoe jij je zeg maar staande zou kunnen houden. Dat doet me denken trouwens. Ik weet niet of jullie het filmpje ook gezien hebben. Dat kan ik me best wel voorstellen als jullie hebben gezien. Er is de laatste tijd een filmpje in omloop. Met een meisje dat als het ware een soort rijles krijgt van haar vader. Maar ze kan al rijden, dus ze zit al op de snelweg. En het begint te stormen op die snelweg. Ja, toch? Ik heb niet gezien. Nee, nou, dat meisje, dat is dus aan het rijden. Dat is een mooi verhaal. Dat meisje is dus aan het rijden, maar ze maakt zich een beetje zorgen omdat die storm wordt steeds heviger. En de vader zegt, just continue. Ga gewoon rijden. En op een gegeven moment, hè, ze ziet dat de ene na de andere auto naast haar stopt. Omdat ze door die storm, als het ware, het risico niet willen nemen om vooruit te rijden. Hij zegt, papa, weet je het zeker? Moet ik ook niet, net als de rest, even stoppen? Blijf gewoon doorrijden. Ja. Hij gaat niet eens in discussie. Hij zegt, blijf gewoon doorrijden. En dan dus praat hij verder met haar. En op een gegeven moment ziet ze dat er nog meer takken omgaan. En nog meer mensen stoppen of zelfs uitstappen. En zegt, papa, moet ik echt niet stoppen? Blijf gewoon doorrijden. Dat herhaalt zich een paar keer. En op een gegeven moment is de storm weg. Dan zegt de vader, stop nu eens eventjes met rijden. Zet de auto aan de kant. Ze doet dus wat haar vader vraagt. En vervolgens zegt de vader, kijk nu eens achteruit. En ze kijkt achteruit en de vader vraagt, wat zie je nu? Ja, al die andere mensen die gestopt zijn, die zitten nog in de storm. Toen zei ik, en waar ben jij nu? Ja, ik ben uit de storm. Precies. Point made. Wow. Dat verhaal, dat is natuurlijk, ik mag niet vloeken op de zin, maar die kwam binnen als een mama. Hij is een maar nee, dus dat doet me heel erg denken aan het verhaal wat jij net schetst. Kijk, ik wil niet zeggen dat jij ook net zo als die storm bent, maar ik vind het wel tegelijkertijd ook passen bij het beeld van, hey, je ziet iets en symboliek is heel krachtig. Mm. Die symboliek van wat jij net schetst, van ik kan leren van die boom, en daarom heb ik die vraag zo, weet je wel, zo oenig gesteld, omdat ik hoopte dat je ook, weet je wel, de uitleg zag even die je net hebt gegeven. Dus bij deze wilde ik je dat nog eventjes meegeven, Johan. Hey, we naderen alweer de laatste paar minuten. Jullie willen natuurlijk ook nog eventjes laten weten aan de mensen die bijvoorbeeld denken van, oh, maar wacht even, dat van de paarden vond ik interessant, of hey, de Junior Business School. Waar kunnen mensen jullie vinden, volgen, et cetera, et cetera? Passie voor je toekomst, als je ons googelt, dan vind je van alles. Passie voor je toekomst. Aan elkaar vast, los. Want passie voor je toekomst, ik kan me voorstellen. Ja. Komt er weer, advocaat van de duivel. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dan misschien zoeken op een titel. Dat ze denken, ja, maar dan vind ik misschien artikelen waar over passie gaat dan de toekomst gaat. Maar passie voor je toekomst.nl, neem ik aan. In passie dit geval. Voor je toekomst.nl. Oké. Okay. En Raoul Vertrouwd, dan kunnen ze je opvinden en dergelijke. Ben je ook op Instagram of iets dergelijks? Ja. TikTok. Ook, niet op TikTok. Niet op TikTok. Nee, TikTok niet. Het zijn mijn flippers. Die beginnen niet. Okay. Ja. Raoul is R-A-O-U-L en dan Vertrouwd met een D op het eind. Yes. Oké, okay, fantastisch dat je er vandaag was. Ik kom heel graag weer terug. Je hebt je debuut gemaakt en het smaakt naar meer volgens mij. Helemaal. Dus hartstikke mooi. Johan van Hout, Digiminderen, waar kunnen we je nog meer vinden? Ja, digiminderen.nl. Digiminderen.nl. Dat is de website. En zometeen johanvanhouten.nl. Daar kun je, dat is dan alle links van alle websites waar ik het over gehad heb of waar ik dingen op doe. Waar je allemaal dingetjes voor doet. Ja. Oké, okay. Hoe vond jij het om weer terug te zijn in de vernieuwde studio? Ja, de studio was sowieso mooi. De gezelschap was leuk. En we hebben hele mooie gesprekken. En ik denk, hier kan ik nog uren kunnen we hierover praten. Ja, dus ik raad het al. Je komt dus binnenkort weer terug. Nou ja, ook jij bent natuurlijk weer van harte welkom. Nou, we zijn aan het einde gekomen vandaag van Brandend Verlangen. De zondag is nog lang niet klaar, je weet het. Je gaat straks nog luisteren naar Edward Nieving met Liefde voor Muziek. Dan hebben we ook nog eens de Rijmannetjes. Jürgen en Shaila gaan samen met jou, als het ware, door hun archief van de nummers die zij graag met je willen delen. En we hebben aan het einde van de avond natuurlijk ook nog meer liefde voor je in de vorm van Jan van Veen met Candlelight. Vandaag
waren te gast Raoul Vertrouwd en Johan van Houten. Terugkerende gast. Brandend verlangen staat in het teken van jouw succes, van jouw dromen, van jouw passies. Luister volgende week weer. Dan weet je dat we weer twee gasten hebben die jou gaan tracteren op hun eigen verhalen. Volg onze sociale media kanalen om te weten wie er te gast zijn, wat er gaat gebeuren. Dat kan gewoon op easyfm.nl. Voor nu gaan wij afsluiten met een laatste nummer gekozen door Johan van Houten. Het gaat om het nummer van Lady Gaga en Bradley Cooper. Dat komt uit de film A Star Is Born. En het nummer heet Shallow. Ik zou zeggen, een hele fijne zondag. En ja, laat het je allemaal goed smaken. Tot volgende week. Nou, we gaan het natuurlijk wel netjes starten vanaf het begin. Kijk, weet je wat het is met die playlist? Die is zo enthousiast. Die gaat al starten nog voordat ik gezegd heb dat hij moet starten. Maar als ik... Ja, dat bedoel ik dus. Nou, weet je wat? We gaan lekker luisteren. Hier is Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.